Jong Ajax verloor nog van Jong PSV afgelopen vrijdag, maar heeft nu Colombiaanse hulp ingeroepen. Orejuela en Casiera aan boord. Aanval van Dort en hier is, ja, Mutsers. Boumediene, de Belgische middenvelder, geeft hem eigenlijk op maat. En Mutsers, bezig aan zijn eerste seizoen in het betaalde voetbal, schiet dan nummer 12 voor hem persoonlijk binnen. En zet Dordrecht tegen de Angstkeekner op een 1-0 voorsprong. Want 7 duels eerder tussen deze twee ploegen en Dort won maar één keer. Nunnally. Ja, de Ajax wil natuurlijk een antwoord formuleren. Dat lijkt me logisch. Dort trekt zich wat terug. Het is zoeken naar een gaatje. Orejuela. Heijleveld probeert daar wat ruimte te maken. Daar is Johnson. Nonchalante voorzet, maar Nunnally. Die maakt daar, dat zou je bijna zeggen, van een drol een taartje. Het is een prachtige inzet van die buitenspeler van Ajax. Alles en iedereen gaat er onderdoor of overheen en dan heeft hij dit in huis. Ja, dan kan Jansen, de doelman van Dort, eigenlijk alleen maar klappen. 4 van de laatste 7 wedstrijden verloren door het elftal van Reiziger. Moet nu een resultaat worden geboekt. En Casiera, ja, die heb je er dan bij. En die scoort natuurlijk aan de lopende band. Dit is namelijk nummer 15 voor hem al. En dat eigenlijk een minuut nadat de gelijkmaker erin ging. Dus valt er voor de Dortenaren ineens veel minder te genieten aan die Krommedijk. Ja, de play-offs zijn al zeker. 7e plaats is nu de inzet voor het elftal van de Nooijen. Dan kan de eerste ronde worden overgeslagen. Vrijheid voetballen, dat kan natuurlijk wel. En Mahmoudov is op dreef, krijgt nu de bal van Mutsers. En dan is het toch gewoon een leuke voetbalmiddag op tweede paasdag in Dordrecht. Prima uitgespeeld en Lamproe, de doelman, geen schijn van kans. Hij is natuurlijk nog bezig in de strijd om het kampioenschap. Met hier een schotje. Niet meer dan dat van Fleming. Met in de volgende ronde NEC als tegenstander. Dat is een topwedstrijd in de Jupiler League. En dan moet er in deze tegen Dordt vertrouwen worden getankt. Er staan 2-3 man voor de goal. Hier is Casiera en daar is Bijleveld. En die maakt dan toch zijn middag nog een beetje goed. Heeft geel gekregen, zal de wedstrijd tegen NEC dus moeten missen. Maar heeft dan hier een persoonlijke triomf door hier de 3-2 binnen te schieten. 5 minuten later. Ja, Dordt probeert. En die is nu wel met heel veel mensen voor de bal. Dat geeft Ajax nu de gelegenheid om er snel uit te komen. Met Nunnally in elk geval in de buurt van de 16, maar er komen er meer bij. Hier is de kans voor Olivier. Maar het verdedigende blok is prima. Van de Loge. Breda. Ruimte om te voetballen is er genoeg, Mahmoudov. Lamproe twijfelt daar wat, Mahmoudov, en dan heeft hij hem uiteindelijk toch, die doelman van Ajax. De Nooijer staat met zijn ploeg op de 8e plaats. Dat had toch ook niemand verwacht. Casiera. En Fleming op de paal. 1 punt voorsprong. Heeft Fortuna op Jong Ajax. Als Fortuna zelf wint deze maandag. En Ajax natuurlijk de 3 punten meeneemt uit Dordrecht. Dit lijkt buitenspel. Hand ging ook omhoog. Maar Casiera stuit uiteindelijk op Jansen. Zo zijn er mogelijkheden over en weer. En blijft het spannend aan de Krommedijk tot het bittere einde. Daar waar Groothuizen inmiddels als verse aanvaller door de Nooijer ook in het elftal is gebracht. Hamer en hier de kans voor Mutsers. En het is een goal. Maar, ja, hier buitenspel. Dat wordt in elk geval door de scheidsrechter overgenomen, dat signaal. En het lijkt er toch op dat ze op zijn minst gelijk staan. Maar ja, het is misschien gezichtsbedrog. Het Dordt blijft wel doorgaan. Hier is Groothuizen en die wordt getorpedeerd door Lamproe. Maar Teube, de scheidsrechter, wil van geen penalty weten. Terwijl Lamproe daar toch stevig ingaat op die aanvaller. Teuben zegt, ja, de bal wordt gespeeld. Is dat zo?
Nou, hij houdt de bal in eerste instantie tegen, maar daarna krijgt Groothuizen toch een aanslag te verwerken. De penalty komt er dus niet. En dus is de overwinning voor Jong Ajax een benauwde, maar die telt ook. 3-2 op Dordrecht.